Zo, weer gevonden. Ja, hey. Padden. Ja, ik ken de meneer. Meneer, wat doe je, waarom doe je dit alweer? Ik ben ecoloog bij de gemeente Pijnhoeker. Zonde om die padden in de putten dood te laten gaan. Dus. Ja, je hebt een verhaal van de putten hier. Ja. Heel veel niks, maar ook een stuk of 5 kikkers. Een stuk of 7 padden. En werkt er nu, hoe noem je dat? Niet zoals ik gehoopt had. Oké. Dus die... Het helpt wel, dat zie je wel, maar het, ze vallen er nog steeds in. Ja, dus alleen lijkt het er wel minder te zijn. Dus de oude, zeg maar. Ja. En de andere, zal ik straks video, daar heb je die, hoe noem je dat? Een soort paddenoprit noem ik ze maar. Wel gezien van in Koningshof om de die dode kikkers. Ja. En wat is de oorzaak van dat, denk je? Dat, die vijvers vriezen dicht en dan valt er in dit geval is de sneeuw op die vijver gevallen, komt er geen licht meer onder het ijs. Ja. Ja, en dan ligt er veel bladafval en dat wordt afgebroken, dat kost zuurstof en dan op een gegeven moment sterven die kikkers gewoon in de winterslaap vanwege zuurstofgebrek. Ja. Dus je kan dat oplossen door een gaatje in het ijs te boren, niet te hakken of te zagen, want dan krijg je die drukgolven, maar en dan wat water eruit wegzuigen, zodat er een laagje lucht onder het ijs komt en dan kan er ook zuurstof bij. Hun vis leven nog, dus is dat... Vissen leven nog, ja. Is dat... Die kikkers die zitten natuurlijk een beetje in de bagger en die bewegen helemaal niet. Vissen kunnen met de kieven bewegen, dus ze zorgen voor stroming langs de kieven. Dus als er een heel klein beetje zuurstof in zit, krijgen ze dat nog wel. Ze gaan het vinden, maar ik denk dat het vooral de goudvissen zijn die dat overleven. Ja. Die kunnen ook nog wel aardig tegen zuurstofarme omstandigheden. Ja. En heeft het niks te maken. Ik zat te denken over, net voor die freeze, het was best warm. Eigenlijk, je zag tulpen zelfs. Ja. Kan dat ook? Dat de kikkers misschien een beetje... actief geworden zijn. En dan ineens... Het zou misschien kunnen, maar ik heb dit verschijnsel ken ik wel een beetje. Okay. En op internet, dat is een stichting Ravon, die is ook de reptiele amfibie visonderzoek in Nederland. Die had ook al als tip aangegeven voor je tuinvijver, zorg dat er wat lucht onder je ijs komt. Je moet gaatje boren, het water er een beetje uitzuigen. En zodat er lucht onder het ijs komt en dan iets, dan kan je van die rietstengels erin steken in dat gat. Ja. En dan blijft er een beetje zuurstof in komen. Leuk. Ja. Hey, leuk om je weer te zien. Elke jaar bijna netjes zijn. De ondersteuning van studenten van de hogeschool. Ja, ik vind het heel interessant. Oké, bedankt. Zijn we nu te laat? We zijn laat voor voetbal. Ja. Oh, ja.